sportcommentator Herbert Dijkstra maakt zich op voor de 12e etappe van de Tour de France. Dit jaar verzorgt hij alweer voor de 13e keer het commentaar bij de NOS. Deze pas heb je dus nodig om binnen te komen. De zonetechniek. De zonetechniek, dat is de plek waar alle vrachtwagens staan, waar alle kabels uitgerold worden. Kortom, zonder de zonetechniek is er geen uitzending, want hier worden alle verbindingen tot stand gebracht. Elke dag moet je even uitzoeken waar dus dat ding staat. Want renners moeten onderweg wel eens plassen. Als wij een uitzending hebben van een uurtje of zes, hebben wij er ook wel eens last van. Dan rennen we hier snel naartoe en dan ben je binnen twee minuten weer terug op je plek. Goed, we gaan verder. Dit is een heel groot park van vrachtwagens, van kabels. Het wordt 's ochtends allemaal opgebouwd, 's avonds weer afgebroken. We gaan even naar het crisiscentrum. Dat is die grote vrachtwagen daar van de Franse TV. En daar heb je allerlei beeldschermen en ik heb geregeld dat we daar eventjes binnen mogen kijken. Het is bijna 2:30, dus een uurtje ongeveer voordat de uitzending begint. Het is nog vrij rustig. Ik sta nu letterlijk, kijk maar, op de streep. Dus degene die hier zo dadelijk als eerste overheen komt, die heeft in ieder geval de etappe gewonnen. We zitten overigens met de commentaar niet ver van de streep. Dat is ook te zien. Dat hokje daar, dat is 3 weken lang. Onze thuisbasis, laten we er even heen lopen. Onze Deense collega's die zitten er al. Onder meer Rolf Seurissen. En hier zitten Maarten Ducro en ik met z'n tweetjes. 3 weken lang, kont aan kont. Het is een goed huwelijk. Dit is het plakboek wat we dagelijks bijwerken. Daar staat alle laatste informatie en dingetjes uit kranten. Die knippen we dus ook met een pritstiftje, worden ze dan ingeplakt. Het routeschema voor vandaag staat erin. Col van de eerste categorie en die van de derde heb ik gisteren zelf gefietst. Ducro heeft dat vandaag gedaan. En hier moeten we het mee doen vandaag. Overigens ook nog de samenvattingen van de kranten uitgeschreven. We kijken zelf, net als de kijker thuis, op een scherm. Dat is hier te zien. We zien het kasteel van Foix en de truien vlak voordat de uitzending begint. En nu wegwezen, want ik ga beginnen.